Wat ooit begon als een eenmansactie, interviews vanuit de auto en in de studio, is inmiddels uitgegroeid tot heus teamwork. Met een bevlogen groep professionals maken we dagelijks allerlei programma's. Maar er wordt ook gewerkt aan een nieuwe studio, die deels operationeel is en waar we al de politieke podcasten voor Kenners opnemen. Het filmtheater op de begane grond is bijna af en dan kunnen we jullie ook bedienen met filmavonden, lezingen, colleges, muziekoptredens, intieme bijeenkomsten, eigenlijk alles wat denkbaar is om de wereld een beetje mooier en draaglijker te maken. Want het zijn donkere tijden en de boog kan niet altijd gespannen staan. Maar we moeten wel paraat blijven in deze stilte voor de storm. En daarom vraag ik je om een donatie te overwegen. Daarmee steun je niet alleen mij, maar ons hele team in de missie. Want ik kan het niet alleen. We doen dit samen. Voor onze kinderen en de volgende generatie. Gisteren en vandaag kwamen EU-leiders samen in Brussel voor de Europese top die dit keer geheel in het teken stond van defensie. Blackbox-journalist Laura Oorschot benadrukt hoe deze bijeenkomst werd aangewend om Europa nog verder klaar te stomen voor een nieuwe oorlog. De veroordeling van Vlaamse activist en ex-parlementariër Dries van Langehoven veroorzaakte een mondiale discussie. Voor de komende 10 jaar wordt hem het recht om politiek actief te zijn ontnomen vanwege schending van de Racisme- en Discriminatiewet. Vanavond bespreken wij de maatschappelijke implicaties van zijn hoge beroep. En afgelopen week kwam presidentskandidaat Donald Trump in opspraak. Hij zou hebben gedreigd met een bloedbad als hij de verkiezingen in november zou verliezen. Wat is hiervan waar? Nou, psycholoog Huibrecht Boluit staat stil bij de feiten en de framing rondom dissidente politici. Het is vandaag vrijdag 22 maart. Mijn naam is Ancella van der Leest en je kijkt naar een nieuwe aflevering van Black Box Today. Welkom kijkers thuis. Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe uitzending. En een warm welkom ook aan mijn tafelgasten. Vaste gast bij ons aan tafel, psycholoog Huibrecht Boluit. Journalist Laura Oorschot. En nieuw bij ons aan tafel, voormalig politicus en activist Dries van Langehoven. Welkom. Als eerste wil ik graag met jullie het nieuws van de dag doornemen. Vrijwerken voor asielzoeker levert Nederland volgens nieuwe studie miljarden op. Huibrecht, goed nieuws toch? Ja, in zichzelf genomen is dit... Goed nieuws. Hè. Als we asielzoekers wat sneller in het arbeidsproces zouden betrekken, dan zou dat inderdaad de staat miljarden kunnen opleveren. Maar zoals zo vaak bij onderzoek is het heel belangrijk dat je alle variabelen die ertoe doen meeneemt in je onderzoek. En ik heb het idee dat ze de kosten-baatanalyse vooral naar de baat hebben gekeken in dit geval. Dan gaat het natuurlijk over, als je mensen deelgenoot maakt van het economisch verkeer, dan levert dat belastinggeld op voor de staat. En de economie groeit, men geeft geld uit. Men hoeft niet meer onderhouden te worden, men voorziet in het eigen onderhoud. Men vergeet denk ik een aantal variabelen, waaronder de druk die op de gezondheidszorg is gestegen. Het onderwijs wat overspoeld raakt. En zo zijn er nog een aantal bijverschijnselen die met immigratie vrijkomen. En mijn advies is om al die variabelen nu eens één keer in een groot onderzoek mee te nemen. En dan met iets minder geframed nieuws komen dan met dit positief nieuws. Mensen deelgenoot maken van de samenleving, constructief deelgenoot maken, hartstikke goed. Maar dit lijkt een beetje op positieve framing, omdat er natuurlijk veel opstand is gekomen na de rechtse verkiezingswinst van Wilders, die daarop inzet vooral. Dus ja, met een korreltje zout wil ik niet zeggen, maar kijk naar meer dan alleen de baten. Wellicht een beetje eenzijdige kop in dit geval. Dan een doorbraak voor de Nederlandse boeren in de mestcrisis. Laura, wat is er precies aan de hand? Ja, een teken van goed nieuws, want boeren kunnen straks weer bewerkte dierlijke mest gebruiken. Er is al enige tijd afgestapt van dierlijke mest zelf vanwege alle groene regelgeving die vanuit de EU over de boeren wordt uitgestort. Maar goed, laten we ook realistisch blijven. De Europese verkiezingen komen eraan, dus de Europese Commissie moet ook nog komen met een concreet plan. Dus laten we hopen dat dit niet enkel een symbolische overwinning is.
Wat de echte doorbraak is, en dat is een bericht dat ik las vlak voor de uitzending, is dat de natuurherstelwet tijdelijk in de la is. En dat is omdat er geen gekwalificeerde meerderheid meer gehaald kan worden. Nederland die heeft tegengestemd tegen de afgezwakte vorm van de natuurherstelwet. En ik denk dat dat ontzettend goed nieuws is voor alle boeren. En het is zelfs onzeker of dat hij überhaupt nog terug gaat komen. Dankjewel, Laura. En dan, Nederlanders zijn het slechtst geïnformeerd over de Europese verkiezingen. Ja, we blijven even bij de Europese verkiezingen. Dries, hoe zit dat met de Belgen? Dat past natuurlijk in die hele campagne, die paniekzaaierij rond zogezegde desinformatie bij de mensen. Hè, waar de regime, media, waar het systeem heel bang van is natuurlijk, is dat er steeds meer mensen niet zomaar meer het mainstream narratief gaan oplepelen dat dan wordt voorgeschoteld door die mainstream media. En dat ze zelf op zoek gaan naar hun informatie. Hè. De kranten, de mainstream televisiezenders, die verliezen iedere dag aan kijkers. En initiatieven als Blackbox bijvoorbeeld, die winnen enorm aan terrein. En dan gaat men een narratief verspreiden dat er zogezegd desinformatie zal zijn, dat de mensen niet geïnformeerd zijn. Maar als ik naar de peilingen kijk, dan zie ik toch geïnformeerde kiezers. Dus jij bent van mening dat de Belgen, wat dat betreft, niet slecht geïnformeerd zijn in ieder geval? Ik ben blij dat er steeds meer mensen zelf op zoek gaan naar hun informatie en ik hoop dat iedereen dat in meerdere mate zal beginnen doen. Dankjewel, Dries. Gisteren en vandaag kwamen de regeringsleiders van de EU bij elkaar voor een Europese top in Brussel die vooral in het teken stond van defensie. Central theme of the EU talks in Brussels and whether Russian assets frozen in Europe should be diverted to Kyiv for the war effort. The support of the 27 states is under the spotlight increasingly as doubts persist over America's continued financing of the Ukrainian resistance. The EU has a new fund called the Ukraine Facility. An initial payment of 4.5 billion euros has been paid to Kyiv, part of a 50 billion euro pot, to help assure the essential functions of the Ukrainian state. But the issue of weapons and military hardware represents another level completely, with EU leaders urging member states to put production onto a war footing. There's a packed agenda over the EU Council, defense, the Middle East, expanding the bloc, migration, agriculture, but it's Ukraine that is the central theme. Ja, Laura, jij volgt dit op de voet. En defensie stond dus heel erg hoog op de agenda bij deze Europese top. Maar dat was niet het enige, was het? Nee, klopt. De EU-regeringsleiders hadden meer zaken te bespreken, waaronder de situatie in het Midden-Oosten. Migratie is aan bod gekomen. Het landbouwbeleid van de Europese Unie. Maar zoals in de video ook al gezegd werd, defensie stond echt centraal. En dat is natuurlijk inherent aan het oorlogssentiment dat we volop terugzien momenteel in Europa. Ja, dus ook niet verrassend dat Zelensky ook aanwezig was. Zijn er nog nieuwe toezeggingen gedaan betreft militaire steun? Ja, inderdaad. Hij was via een videoconferentie van de partij. Was weer een hele smeekbede, om het zo maar te zeggen, voor extra financiële en militaire steun. Er is een toezegging gedaan van 4,5 miljard euro. En dat wordt vrijgemaakt uit de Europese Vredesfaciliteit. Nou, anders dan de naam doet vermoeden, heeft het niet zoveel met vrede van doen. Want die 4,5 miljard gaat ingezet worden voor militaire steun. En dat is onderdeel van het financiële steunpakket van 50 miljard euro. Waar we onlangs in Blackbox Today ook uitgebreid aandacht aan hebben besteed. Maar je ziet dat lidstaten zelf ook allerlei toezeggingen doen. Kasia Ollongren, onze demissionaire minister van Defensie, was ook in Kiev deze week. En daar heeft zij een toezegging gedaan van 150 miljoen voor munitie voor F-16's. Ook 200 miljoen aan Oekraïne voor drones. Dus je ziet dat op allerlei verschillende manieren er extra steun wordt verleend aan Oekraïne. En doordat dat zo versnipperd gebeurt, dat het ook steeds lastiger wordt om te achterhalen hoeveel geld daar nou werkelijk mee gemoeid is. Ja, er werd ook gesproken over de winst van het bevroren tegoeden van Rusland te gebruiken voor wapens aan Oekraïne. Is daar inmiddels dan ook een akkoord over bereikt? Nee, want 90% van de rente van die Russische tegoeden, dat zou ook worden aangewend voor wapens aan Oekraïne. En Europese lidstaten zijn daar gewoon verdeeld over. Niet iedere EU-lidstaat is voorstander van het leveren van wapens. Dus, Hoe staat Nederland daarin als het gaat over het omzetten van die rente van Russische tegoeden in wapens? Wat is de stellingname van ons demissionaire kabinet? Nederland staat volledig achter Oekraïne wat dat betreft.
Want het is nogal jij ervan op de hoogte hoe dat in België zit? Wel, helaas moeten we in België vaststellen dat ook bij ons de oorlogstrom wordt geluid. We hebben onze premier gehad, Alexander De Croo, die onlangs Oekraïne heeft bezocht, daar met Zelensky heeft gesproken. En hij kwam terug met eigenlijk maar één echt grote boodschap. Hij zei, wij mogen nooit onderhandelen met Poetin. Maar of je het nu leuk vindt of niet, als er wordt onderhandeld, ja, dan zal het toch, we hebben de presidentsverkiezingen gezien in Rusland van deze week, dan zal het toch met Poetin moeten gebeuren. We leven nu eenmaal niet in een soort links-liberaal sprookjesbos. Er zal moeten worden gepraat als we vrede willen, maar het is natuurlijk nog maar de vraag of onze Europese leiders wel vrede willen. En daar lijkt het niet echt naar uit te zien. Zijn er cijfers bekend over de steun van het Belgische volk jegens de oorlog in Oekraïne? Wel, die steun neemt af natuurlijk, omdat ook de Belgen, de Vlamingen en de Walen zien ook dat het leidt tot een enorm bloedvergieten, dat er ook vooral geen licht is aan het einde van de tunnel en dat door het taalgebruik en het ongebreideld financieren en leveren van wapens, dat zorgt voor een ongelooflijk verlies aan levens zonder einde in zicht. Dus ik hoop dat daar binnenkort toch wel wat gezond verstand aan de dag gelegd kan worden. Ja, maar zijn bij jou geen cijfers bekend? Ja, Laura, even over dat bloedbad inderdaad. Op dit moment ziet het er voor Oekraïne niet bijzonder gunstig uit. Dus hoe rijm je dat dan met elkaar, de steun vanuit deze top? We denken dat we Rusland een strategische nederlaag kunnen bezorgen. Maar goed, we zijn al zo lang bezig met het leveren van financiële steun en militaire steun ook. En het is gewoon echt een bodemloze put aan het worden. De situatie op het slagveld wordt steeds kritieker. En ik denk dat dat gewoon ervan getuigt dat Rusland, of de Russische strijdkrachten, gewoon veel sterker zijn dan de Oekraïense, zelfs met steun van het Westen. Maar goed, ja, dat hebben we al zo vaak hier aan tafel besproken. Deze oorlog is niet te winnen. Wordt het ook een beetje tijd voor een reframe, Huibrecht, in mensen hun geesten? Oh ja, dat zeker. Mijn gedachten gaan terug naar 2 jaar geleden toen die oorlog begon. Ik was toen bezig met het schrijven van mijn boek en daarin analyseerde ik ook mediaartikelen. En na 2 maanden was het al meteen van, nou, het is een kwestie van enkele weken en we hebben de Russen op de knieën. Als je daar kritisch tegengeluid tegen bood, dan werd je verslepen voor anti-westers denker, et cetera. Het heeft denk ik 2 jaar geduurd nu voordat het een beetje begint door te sijpelen, ook in de mainstream media, dat de onderhandelingstafel de enige weg naar vrede en hoop is. En dat het daarmee inderdaad stopt dat bloedvergieten. Dus hopelijk wordt het nieuws straks anders geframed. Voorafgaand aan die Europese Raad vroeg de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, aan Finland om de EU voor te bereiden op een oorlog. In many ways, Russia's war of aggression against Ukraine has shattered many illusions. The illusion that peace is permanent, the illusion that Europe on its own was doing enough on security, be it in the economic or military, conventional or cyber. As we look around us, it is clear there is no room for any more illusions. The world is as dangerous as it has been for generations. A few months ago, you said, Sauli, Europe has to wake up. And I wholeheartedly agree with you. We know that Putin's ambition does not end in Ukraine. Ja, we hoorden hier von der Leyen op een persconferentie samen met de voormalig president van Finland. Wat zei zij hier precies, Laura? Ja, zij had het hier over verschillende illusies die zij dan doorprikt zou hebben om vervolgens, ik denk toch wel de grootste illusie te noemen, namelijk dat Poetins ambities niet zouden ophouden bij Oekraïne, maar dat hij ook andere Europese landen in het vizier zou hebben. Nou, dat is iets wat we natuurlijk veelvuldig zien terugkomen in de media, maar Poetin heeft dat nooit zo gezegd. Ondertussen is de EU volop bezig met Rusland. Ja, verder te provoceren. Op het moment wordt er een ontzettend grote NAVO-oefening gehouden. De grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. De onverminderde steun aan Oekraïne. Dus op continentale schaal wordt gewoon het hele continent klaargestoomd voor een oorlog. Maar hier werd specifiek de voormalige president van Finland aangesproken. Heeft Finland dan nog een bijzondere rol in dit conflict? Finland heeft zelf een behoorlijk sterke defensie. Alleen de Europese Commissie heeft nu dus letterlijk aan de voormalig Finse president gevraagd om een plan op te stellen om de EU voor te bereiden op een oorlog. Wat op zichzelf staand al opmerkelijk is, want Finland staat bekend om een neutraal buitenlandbeleid. Nou, dat is in korte tijd veranderd. Vorig jaar is Finland toegetreden tot de NAVO. Dus je ziet dat Finland afstand heeft gedaan van die neutraliteit. Maar goed, het feit dat de Europese Commissie dit vraagt getuigt er natuurlijk van dat we ons moeten voorbereiden op een oorlog als je het
Ursula von der Leyen vraagt. Ja, nou, Poetin dacht daar zijn over. Deze week waarschuwde hij in een toespraak rondom zijn herverkiezing als president van Rusland dat de NAVO met iedere huidige stap een direct conflict met Rusland riskeert. Я думаю, что все возможно в современном мире, но я уже говорил, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной Третьей мировой войны. В конечном итоге это же не наш выбор. Если кто-то хочет немножко прикрыть внутриполитические проблемы своей агрессивной внешней риторикой, ну что это известный во всем мире и часто применяемый прием. Ja, als hier in zulke klare taal gewaarschuwd wordt voor oorlog, is het dan niet eigenlijk een hele logische stap om daarop voor te bereiden, Dries? Well, Poetin antwoordt hier natuurlijk ook wel op de oorlogsstrom die bijvoorbeeld in Frankrijk de afgelopen dagen enorm is geluid. En dan begrijp ik het ook wel natuurlijk dat hij waarschuwt naar niet alleen Oekraïne en Europa, maar naar de hele wereld, dat zij meegetrokken kunnen worden in een soort derde wereldoorlog. En ik mag hopen dat dat iets is dat absoluut niemand wil. Maar als ik sommige Europese leiders, politieke leiders hoor, dan lijkt het wel alsof zij daarop aansturen. En dat vind ik zeer verontrustend. Ja, Laura, hoe zie jij dat? Ja, Poetin zegt het ook zelf, hè. De keuze ligt niet bij ons. Poetin heeft heel duidelijk aangegeven wanneer ze bereid zijn eigenlijk direct conflict met de NAVO aan te gaan. Dat is als de NAVO verdere troepen aan Oekraïne gaat leveren. Maar goed, wat je natuurlijk ziet is dat de Europese Unie de hele tijd Rusland aan het uitdagen is, een tegenreactie uitlokt. En als Poetin waarschuwt, dit is een waarschuwing. Dit is niet dat hij gelijk overgaat tot een direct conflict. Hij waarschuwt hier eigenlijk hetzelfde als wat bij de luitenant-admiraal Rob Bauer laatst gebeurde. Die waarschuwde ook voor een derde wereldoorlog. Maar als Poetin het zegt, dan wordt het gelijk aangewend om eigenlijk een oorlog te rechtvaardigen. Van kijk nou naar die Russische agressie. Ja, hoe kunnen we verder dit conflict in de toekomst voorzien? Het wordt steeds spannender en onlangs heeft China ook aangegeven van als de NAVO overgaat tot een direct conflict met Rusland, dan gaat China interveneren. En als dat eenmaal gaat gebeuren, dan zijn de rapen echt gaar. Dan zitten we in een derde wereldoorlog. Ja, tot slot, Laura, hoe ver ben jij al met je oorlogsvoorbereidingen dan? Niet. Ik ben me vooral op het voorbereiden wat betreft informatievoorziening. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat we gewoon de illusies doorprikken, de echte illusies. Niet de illusies waar Ursula von der Leyen het over heeft. Dankjewel, Laura. De veroordeling van de Vlaamse activist en ex-parlementariër Dries van Langenhoven veroorzaakte een mondiale discussie over het politieke debat en fundamentele burgerrechten. Voor de komende 10 jaar wordt hem het recht om politiek actief te zijn ontnomen vanwege schending van de racisme- en discriminatiewet. Did you see about that Flemish guy who's a part of the government who's just got sentenced to 1 year in jail for sharing racist memes in a private chat? Vind je zijn veroordeling terecht? Ik weet niet. Ik denk 1 jaar gevangenisstraf daarvoor en nog eens een 16.000 euro boete. Ik weet niet. Ik denk dat iedereen wel eens zo'n memes maakt. Dus ik weet niet. Ik denk dat daar wel een beetje. This is Dries van Langenhoven. Dries has just been sentenced to 1 year in prison in addition to some hefty fines. Als we zo verder redeneren, dan kunnen rechters, die hebben een heel ruime interpretatiemarge om iets te kwalificeren als racisme, geweld enzovoort. Die kunnen dan heel veel mensen beginnen veroordelen en die mensen dan allemaal uit de politieke rechten ontzetten, waardoor je eigenlijk de democratie ontwricht. Hè? De democratie eigenlijk gaat vervalsen door mensen die een boekje te buiten gaan, misschien op het vlak van meningsuiting, om die dus eigenlijk uit de politiek te gaan weren. Ja, inmiddels bekend over de hele wereld. Vanuit België vanavond live bij ons voor het eerst aan tafel. Dries van Langenhoven, welkom. Je vonnis heeft tot een hoop commotie geleid. Hoe heb je dat ervaren? Ik ben natuurlijk wel blij dat er eindelijk wat aandacht komt, internationaal zelfs, van Joe Rogan, Elon Musk, Eva Vlaardingerbroek, Steven Crowder en vele anderen. Omdat het wel druk zet natuurlijk op het Belgische regime dat mij hier op een heel onrechtvaardige manier als politieke dissident letterlijk naar de gevangenis stuurt. En in de inleiding werd het al gezegd, het gaat hier over memes, humor dus. Maar niet alleen humor van mezelf, nee, humor van andere mensen. Dus men stuurt mij hier naar de gevangenis voor humor die andere mensen hebben gepost in een privégesprek 7
7 jaar geleden. Dat is wel heel straf en heel onrechtvaardig. En als er hier niet genoeg aandacht naartoe gaat, als we hier niet heel, ons heel boos over maken, dan vrees ik dat ik de eerste zal zijn van velen. Ja, je zei net al Elon Musk inderdaad. Hij heeft hier ook zelfs wat over gepost op X. Dan gaan we nog even op de feiten in. Want het vonnis was 1 jaar celstraf, 16.000 euro boete... en 10 jaar ontzegging van bepaalde burgerrechten... zoals inderdaad politiek bedrijven. Welk onderdeel van dit vonnis heeft je het hardst geraakt? Goh, ze wegen natuurlijk allemaal heel zwaar door. Hè. De primaire methode natuurlijk om politieke dissidentie de kop in te drukken is financieel. En vooral dan de dag van vandaag via lawfare noem ik dat. Dat is het inzetten van rechtszaken als een soort van financieel wapen. Want je hebt natuurlijk de boete van 16.000 euro, komt nog eens 10.000 euro schadevergoeding en nog een andere boete van 8.000 euro bij. Dat zijn 10.000 euro's. Maar dat is maar een heel klein deeltje ervan. Want daar komen ook nog eens de gerechtskosten bij. En aan de advocatenkosten waar ik intussen na 7 jaar procederen, al bijna een huis mee had kunnen kopen. Dus dat is heel zwaar omdragen. Dat is de eerste en primaire methode waarmee men politieke dissidenten het leven zuur wil maken. En als dat niet lukt, dan zie je dat men overgaat tot bijvoorbeeld het afnemen van de burgerrechten. Daarmee zegt men eigenlijk dat ik 10 jaar lang geen deel mag nemen aan het politieke leven in België. Ik mag me niet meer verkiesbaar stellen, ik mag niet meer kiezen. Ja, dat is natuurlijk een heel zware straf. En als dat geen belletje doet rinkelen, dat het hier echt gaat om een politiek proces, ja, dan denk ik dat niets de mensen nog zal wachten. Ja, een politiek proces, zeg je dus. Dus houdt het ook in dat jij van mening bent dat jij inhoudelijk op wat betreft deze beschuldigingen onschuldig bent? Ja, uiteraard. Ik heb absoluut niets verkeerd gezegd of gedaan, voor alle duidelijkheid. Het gaat hier om humor. En niet eens om mijn eigen humor, maar humor die andere mensen hebben gepost in een chatgroep. En de rechter argumenteert dan dat die humor dat zou vallen onder haatspraak, wat ik ook absoluut betwist. Donkere humor wil niet automatisch zeggen dat je daarmee haat verspreidt. Maar men labelt dat dus als hate speech. En dan zegt men dat ik zelf te weinig heb gedaan om anderen ervan te weerhouden dat zij die haatdragende memes zouden hebben kunnen posten in een private chatgroep. Dat is wel echt heel absurd. En daarvoor wil men mij dus nu 1 jaar gaan opsluiten, 1 jaar weghouden van mijn bedrijf. En ik heb personeel om te betalen, facturen om te betalen, ik heb een gezin om te onderhouden. En daarvoor geeft men mij dus nu zo'n straf. Ja, ook valt het mij op dat wanneer je jouw naam googelt, dat er heel vaak extreem rechts wordt, dat vind je terug. Hoe kijk je naar deze framing? Is het framing? Ik ben absoluut niet extreem op geen enkel vlak. En dan valt het natuurlijk wel heel zwaar om niet alleen te moeten lezen dat de media, de regime-media in België, dat die mij beschrijven als een extremist, als extreemrechts. Maar bovendien ook dat er dan in Engelstalige media, vertaald dan uit Nederlandstalige media, staat dat ik denying the Holocaust, gun law breaches, zaken waar ik absoluut niets mee te maken heb gehad, absoluut me nooit aan heb bezondigd, die nu aan mij worden gelinkt en die mij heel veel kansen ontnemen in het leven, zowel op persoonlijk vlak als op politiek vlak als in het bedrijfsleven. Dat valt heel zwaar. Ja, we zagen net emeritus hoogleraar rechten Boudewijn Boekaar. En bij ons in de uitzending zei hij dat er een pervers belang ook is om op deze manier politici met een onwelvallige mening uit de politiek te zetten met deze straf. Soms word jij ook als een symbool of een soort martelaar neergezet in de internationale media van de aanval op vrijheid van meningsuiting. Hoe zie jij dat? Wel, ik denk wel dat dat klopt. Hè. Men wil, het Belgische regime wil van mij een voorbeeld maken, wil een voorbeeld stellen en ervoor zorgen dat al die jongens en meisjes in Vlaanderen en Nederland en ver daarbuiten zien dat als je vreedzaam activisme voert, zoals ik de afgelopen 7, 8 jaar heb gedaan, dat je dan in de cel kan eindigen. Wil men eigenlijk op die manier iedereen verplichten om het narratief van de mainstream media te gaan volgen. En ik vrees zelfs, en dat is nog perverser, dat men op die manier het vreedzaam activisme onmogelijk wil maken en dat men dan eigenlijk vanuit het regime hoopt dat er ooit eens iemand uit frustratie wanhopig zal worden en tot geweld zou kunnen overgaan, wat natuurlijk verschrikkelijk zou zijn. En dan kunnen ze dat gebruiken als een soort pervers excuus om politieke dissidenten nog meer te gaan vervolgen. Ja, helder. Je noemt het consequent een regime. Wat is jouw definitie daarvan? Wel, de Belgische overheid, de Belgische regering heeft geen meerderheid in Vlaanderen. Er is geen onafhankelijke rechtspraak in Vlaanderen, geen onafhankelijke pers in Vlaanderen. Politieke dissidenten worden letterlijk naar de cel gestuurd.
Well, if it looks like a duck, if it quacks like a duck, if it swims like a duck, it probably is a duck. Dus de Belgische regering is wel degelijk een regime en geen democratische regering. Ik denk dat het ook belangrijk is om aan te stippen dat dit zich niet beperkt tot België. Er is echt een golf van repressie gaande, eigenlijk in heel Europa. Ook in Duitsland zijn laatst 450 ambtenaren bij de federale politie aangesteld, letterlijk, om erop toe te zien dat de democratie niet ondermijnd wordt. Wat jij heel terecht zegt, dit gaat over het uitschakelen van politieke dissidentie. Het gaat over controle krijgen over de publieke opinie. Dus het gaat over veel meer dan enkel memes of humor. Ja. Dat soort situaties worden aangewend. Penibele juridische situatie. Dus wie ook bij ons in de uitzending is rechtsfilosoof en emeritus hoogleraar Paul Cliteur. Paul, welkom. Dankjewel. Ja, u heeft dit vonnis ook onderzocht. Wat valt u hieraan op? Nou, een hele hoop dingen. Ik heb inderdaad het vonnis gelezen. Ik heb ook de uitzending met Boudewijn Boucard gezien van vorige week. Het eerste wat mij eigenlijk opviel aan het vonnis, dat was dat ik het heel slecht gemotiveerd vond. Je verwacht een beetje dat er allerlei dilemma's langskomen over de vrijheid van meningsuiting. Kun je allemaal interpretaties aan geven. En dat was eigenlijk niet zo. Het was een opeenvolging van allerlei wetsteksten die te maken hebben met, inderdaad, zoals net al werd gezegd, met haatzaaien, met belediging, negationisme. En ik vond dat de rechter daar nogal een hele, ja, eenzijdige interpretatie aan geeft. En helemaal ons niet meeneemt in de dilemma's, de afwegingen die hij heeft gemaakt daarin. Dus dat was het eerste wat me opviel. En dan verder viel natuurlijk op, ja, een enorm zware straf voor een opiniedelict, 1 jaar. En ik maak me, net als de vorige sprekers, ook wel wat zorgen, met name over die 10 jaar uitzetting uit de mogelijkheid om aan de politiek te participeren. Dat is nog wel heel vreemd in een democratie. Want alle partijen moeten eigenlijk kunnen dingen naar de kiezersgunst. En als je 1 partij eruit haalt, ja, dat is net als het organiseren van een wedstrijd waarbij je een aantal kanshebbers weghaalt. Ja, wat is de overwinnaar? Wat is de overwinning dan nog waard? Ja. Heeft u eerder soortgelijke uitspraken gezien in andere zaken omtrent, nou, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting? Nou, het is wel wat er net al gezegd werd. Het speelt in Nederland ook. Geert Wilders is natuurlijk veroordeeld. Dat is op dit moment de grootste partij in Nederland. En bovendien waarschijnlijk ook iemand. Is iemand die zijn verkiezingen gewonnen heeft. Maar die is ook veroordeeld. Hè? Ook op soortgelijke gronden. Dat had dan niks te maken met memes. Maar dat had dan te maken met, ja, uitspraken. Maar die heeft niet zo'n straf gekregen van een celstraf en €16.000 boete. Laat staan dat hij zijn beroep niet meer mag uitvoeren. Inderdaad, dat zeg je inderdaad helemaal juist. Maar er was in de tijd wel sprake van, dus ook dat men ook vreesde dat dat een hele zware straf zou zijn. Maar die is niet opgelegd. Maar we hebben in Nederland wel, we hebben soortgelijke processen hebben we wel. In Nederland wordt Pepijn van Houwelingen van Forum voor Democratie, die wordt vervolgd. Gideon van Meijeren wordt vervolgd. Thierry Baudet heeft al eens een keer rechtszaak gehad, achter de rug gehad. Dus het is wel, het lijkt er wel een beetje op dat wat Van Langenhoven net al zei, die lawfare, dus door middel van politiek optreden van de rechterlijke macht, daar lijken we wel mee geconfronteerd te worden op het ogenblik. Ja, in hoeverre is het eigenlijk zinvol überhaupt om mensen uit hun politieke functie te zetten, hun burgerrechten te ontnemen? Nou ja, helaas zou het wel eens effectief kunnen zijn. Maar de vraag is natuurlijk of het een moreel geoorloofd middel is dat de staat zich zou bedienen van processen om bepaalde kanshebbers om die eigenlijk uit de race te halen. Dat is eigenlijk misschien wel het beste. Hè? Het is, de politiek, dat is toch een race tussen allerlei kanshebbers. En wanneer je bepaalde mensen uit de race haalt en ook dan nog niet voor 1 of voor 2 jaar en dan ook niet gekoppeld aan een partij, maar aan een bepaalde persoon. Ja, wat is dan straks nog een eventuele overwinning van een andere partij waard als je weet dat niet iedereen aan het politieke proces heeft kunnen meedoen? Maakt u zich ook zorgen om de politiek, om de maatschappelijke gevolgen, mocht deze uitspraak doorgang vinden?
Ja, ik ben natuurlijk bang dat die Belgische uitspraak, als die niet wordt gecorrigeerd in hoger beroep, wat ik overigens wel verwacht, maar goed, als dat niet zou gebeuren, dan maak ik me natuurlijk ook wel zorgen voor Nederland. Nou, het is wel zo dat ik heb wat geleerd over het Belgische recht. In Nederland hebben we dus niet die criminalisering van het negationisme, van die holocaustontkenning. Maar verder lijken die Belgische wetten wel erg op de Nederlandse wetten in het wetboek van strafrecht, die ook opiniedelicten zijn en die dus ook het aanzetten tot haat, het aanzetten tot discriminatie, het aanzetten tot geweld en belediging van bepaalde groepen mensen strafbaar stellen. En dat allemaal in zulke ruime termen dat je denkt, ja, het hangt er maar vanaf hoe een rechter daarmee omgaat. En ik denk dat rechters met verschillende politieke achtergrond kunnen daar een hele verschillende duiding aan geven. Dat zijn dus allemaal niet zulke eenduidige zaken. Ja. En ja, ik zou het wel bedenkelijk vinden als met name wanneer de politici van de rechterzijde van het politieke spectrum, wanneer die op deze wijze zouden kunnen worden uitgeschakeld. Ja, Dries, hoe zie jij dit? Ik ben het daarmee eens. Het schept een heel gevaarlijk precedent. Als men mij kan veroordelen op basis van humor van andere mensen in een privégesprek, ja, dan kan men werkelijk iedereen gaan veroordelen. En de volgende stap is uiteraard een veroordeling of het verbieden van het Vlaams Belang. Men is nu in het federale parlement in België al bezig aan nieuwe wetgeving om in eerste plaats de financiering van het Vlaams Belang droog te leggen en om in de tweede plaats het Vlaams Belang te verbieden. Nochtans, de grootste partij van België, de partij die de komende verkiezingen gaat winnen, het land mogelijk in een andere plooi kan. En die wil men dus gewoon ja, uitschakelen. Kan je dan nog van een democratie spreken? Ik denk het niet. Ja. Heb jij overigens ooit zelf zoeksoorten memes gedeeld? Nee, dat heb ik niet gedaan. En wie er het vonnis op naleest, en jammer genoeg hebben veel journalisten dat niet gedaan, maar die zal ook zien dat de rechter zelf toegeeft dat ik persoonlijk niets heb gezegd dat kan worden gecategoriseerd als haatspraak of zelfs geen memes, geen humor, niets. Maar men zegt dat ik te weinig heb gedaan om anderen ervan te weerhouden om zulke memes te gaan posten. Dat is wel heel ver gezocht en een heel gevaarlijk precedent. Ja, Huip, hoe zie jij dit? Ja, de vrijheid van meningsuiting, dat is in deze tijd denk ik het meest gebruikte frame, het meest gebruikte credo. Dat staat enorm onder druk. En ja, dat wat jou nu overkomt, Dries, dat is natuurlijk voor jou persoonlijk heel tragisch en voor de mensen om je heen. Ik kan me zo voorstellen dat die emotionele druk enorm moet zijn. Ik denk wel dat het gevolg is van een ontwikkeling, een collectieve ontwikkeling, politiek gezien, maar ook mentaal gezien bij de mensen. We hebben het begrip van wakker worden. Ik hoop dat deze situatie, en ik gun je het beste om ook deze discussie overal te blijven voeren, om te kunnen opkomen voor wat je vindt en wat je denkt. Ik hoop dat het bijdraagt aan een bewustwording bij heel veel mensen die nog steeds maar een klein deel van de media volgen en geloven. En wij gaan het zo meteen hebben over die framing. Ja. Dus los van het feit dat het heel vervelend is voor jou, ja, ik wil je niet tot martelaar maken. Maar er zullen meer situaties ontstaan. Meneer Cliteur had het al ook over de FVD-partijleden. Het is nodig, denk ik, in deze tijd om bij de mensen de ogen open te laten gaan dat de democratie enorm onder druk staat en dat we neigen te ontwikkelen naar een totalitaire staat. Ja. Meneer Cliteur, in hoeverre gaat dit vonnis ook impact hebben op de manier waarop wij met activisten en politici omgaan? Nou ja, politici hebben we het eigenlijk al een beetje, hebben we het daarover gehad. Activisten ligt in het verlengde daarvan. Maar een punt wat denk ik nog niet zo veel aandacht heeft gekregen, dat is wat dit betekent voor de universiteit. Een probleem is natuurlijk ook dat deze acties van die groep die die memes heeft gedeeld, dat is al zeven jaar geleden, dat is lang geleden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook die uitspraken gelezen natuurlijk. Ik vond ze niet grappig. En dus het is zwarte humor misschien. Maar misschien ben ik ook een beetje te oud voor om ervan te kunnen genieten. Of te kunnen waarderen. Dat zou allemaal kunnen. Maar het lijkt mij in ieder geval iets ja, wat een beetje hoort bij de cultuur van de studentencorpora. Je hebt er hier in Nederland heb je allemaal discussies over wat studenten onderling doen. En dat zijn soms ook een beetje grove dingen. En ja, dat past een beetje in een, nou ja, in een bepaalde studentencultuur. Maar we zien nu ook dus dat ook de Universiteit van Gent zich heeft gevoegd bij deze procedure. En ook, als ik het goed heb, meneer Van Langenhoven ook veroordeeld tot 500 euro boete aan de Universiteit van Gent.
En daarvan wordt dan gezegd dat het daar gaat om reputatieschade. Ook dat is een interessant precedent en ook een eerlijk gezegd. Is dat correct? Ja, klopt. En dat is ook iets heel absurd natuurlijk. Ik zat in de Universiteit van Gent in de Raad van Bestuur. Ik heb daar jarenlang me ingezet als vrijwilliger. Ben verkozen geraakt als eerste rechtse student in die Raad van Bestuur ook. En men heeft mij daar buiten gegooid net voordat ik mijn masterthesis heb kunnen afwerken en dus mijn studies had kunnen afwerken. Ik ben aan de eerste rechtszaak begonnen tegen de universiteit. Die heb ik gewonnen. Daarna zijn er nog verschillende andere rechtszaken gevolgd. En nu uiteindelijk moet ik zelfs aan de Universiteit van Gent geld betalen voor zogezegde reputatieschade, terwijl ik niets verkeerd heb gedaan. Ja, tot slot, meneer Cliteur, hoe moeten we naar dit vonnis kijken, de toekomst in? Het is allemaal nogal zorgwekkend. En het laatste punt wat ik dan nog even wilde aanvullen op die reputatieschade. Kijk, als jij dus een bepaalde bestuursfunctie aanvaardt binnen zo'n universiteit, en de universiteit zegt dan later, ja, u heeft nu dingen gedaan waardoor wij reputatieschade hebben opgelopen. Ja, dan kun je je afvragen, wat betekent dat voor de rest van het academisch personeel? Het betekent natuurlijk ook dat je als hoogleraar of als docent, dat je dingen kunt zeggen waar men over 5 of 10 jaar van zegt, ja, dat zijn we het eigenlijk helemaal niet mee eens. En daardoor heeft de universiteit reputatieschade opgelopen. Omdat u dat hebt beweerd in colleges of in bestuurlijke functies. Dat geeft een hele onzekere situatie. Want het academisch onderzoek moet natuurlijk in beginsel vrij zijn. En onbekommerd. En je moet je kunnen wenden aan het zoeken naar de waarheid. En niet bevreesd te hoeven zijn voor de consequenties die je later nog eventueel zult ondervinden. Misschien ja. Ook zult ondervinden op basis van vergissingen. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat ook Van Langenhoven nu zegt, ja, als ik dit nu allemaal had geweten, had ik het misschien wel anders gedaan. Dat kan. En dat is met wetenschappelijk onderzoek ook zo. Je opvattingen veranderen ook in de loop van de tijd. Ja, voor zover de universiteiten als plek van vrijdenken en discussiëren. Hartelijke dank, meneer Paul Cliteur. Graag gedaan. Ja, Dries, ik nog even voor mijn nieuwsgierigheid. De mensen die daadwerkelijk de memes hebben gepost, zijn die ook vervolgd? Nee, de meeste niet. Degenen die uiteindelijk vervolgd worden, zijn voornamelijk ikzelf dan. En een aantal mensen die actief zijn als medewerker of mandataris bij Vlaams Belang. En dat duidt er toch nogmaals op dat het hier werkelijk gaat om een politiek proces. Dat men echt een precedent wil scheppen. Dat als je oppositie voert tegen het Belgische regime, dat je dan vroeg of laat in de gevangenis verzeild kan geraken. Dus heel gevaarlijk. Ja, je gaat dus in hoger beroep. Hoe schat je je kansen in? Ik ga zeker en vast in hoger beroep, want ik heb, zoals ik al zei, niets misdaan. Ik schat mijn kansen toch net iets hoger in hoger beroep, omdat het toch iets neutraler en objectiever zou moeten zijn. Je moet weten dat de rechter die mij deze keer heeft veroordeeld een echte regimerechter is die op een illegale manier op ons proces is gezet. Want in België moet je normaal gezien een willekeurige rechter krijgen voor je proces. Dat, het kan niet zijn dat de rechter zomaar kan kiezen of hij wel of niet jouw dossier opneemt. Maar dat is in mijn geval niet gebeurd. Men heeft echt deze rechter geselecteerd omdat men wist dat het iemand is die trouw is aan het regime. Een zeer linkse rechter waarvan men echt wist dat hij mij zeer zwaar zou veroordelen. En ik hoop dat ik in hoger beroep een eerlijke kans krijg. En als ik die kans krijg, dan zal het dossier mij zeker en vast vrijpleiten. Ja, we houden het belangstelling in de gaten. Dankjewel, Dries. Afgelopen week kwam presidentskandidaat Donald Trump in opspraak nadat hij gedreigd zou hebben met een bloedbad als hij de verkiezingen in november zou verliezen. Wat is hiervan waar? Nou, psycholoog Huibrecht Boluit staat stil bij de feiten en de framing rondom dissident-politici. Donald Trump intensifying his violent rhetoric. Surprise! Seemingly threatening a, quote, bloodbath if he doesn't win in 2024, while dehumanizing immigrants and embracing the terrorists who tried to topple the government on January 6th. And that was just one weekend, the first full weekend since the general election matchup became official, and it all happened in the course of a single campaign rally. Here's Trump in Ohio. We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. But they're not going to sell those cars. The bloodbath comments are a big front page story in newspapers and a lead story on major newscasts.
Trump's campaign now on the defensive, warning while discussing the economy that there would be a, quote, bloodbath if he is not reelected in November. Unhinged rally in Ohio. For an hour and a half, he delivered bizarre rambling remarks, parroting language used by Adolf Hitler. He knew what he was doing. We're not stupid. Americans aren't stupid. He was talking about a bloodbath. Sometimes a bloodbath means a bloodbath. Sometimes a bloodbath just means a bloodbath. Soms is een bloedbad gewoon een bloedbad. Ben je daarmee eens, Huibrecht? Nee, niet in de betekenis zoals deze journalist die er geeft aan de uitlating van Trump. Ja, elke brugklasse die je naar dit fragment zou laten kijken, die zou weten welke connotatie uiteindelijk past bij die uitspraken van Trump. Waar zijn deze uitlatingen precies gedaan? Nou, het was een politiek gesprek, hè. Hij is op campagne, dus hij sprak de mensen toe. En dan gaat hij natuurlijk allerlei zaken bespreken die hij anders gaat doen als politieke tegenstander. Nou, dat doet hij op zijn krachtige en vaak ook provocerende manier. In dit geval ging het over de auto-industrie in Amerika die sterk onder druk staat. En dat het aan de economie raakt. En natuurlijk had hij het over de economie. Dat zou wel eens een bloedbad kunnen worden op het moment dat wij de zaken niet aanpakken die eigenlijk zijn blijven liggen. Ja, en jij zegt het is een duidelijk economische context. Wordt het woord bloedbad wel vaker gebruikt in de economische context? Nou ja, we kennen in taal heel veel beeldspraken en metaforen. En zaken worden overdrachtelijk geduid om de dingen kracht bij te zetten. Dus ja, als je het woordenboek erop naslaat in dit geval, dan zie je ook verschillende betekenissen. Ja, laten we dat even doen. We hebben hier een Merriam-Webster woordenboek. Die geeft een aantal definities. 1, een grote slachting. 2, een bijzonder hevige, gewelddadige of vernietigende wedstrijd of strijd. En inderdaad ook een grote economische ramp. Ja, best een duidelijk verhaal, dus er zijn verschillende definities van. Ja, ik denk als je dit als een meerkeuzevraag zou voorleggen aan scholieren, dan zouden ze zeggen, nou, hij heeft er dat mee bedoeld. Wat in dit verband grappig is, het is eigenlijk wel een beetje tragisch om te melden, dat als je nu googelt op het woord bloodbad, dan krijg je niet deze definitie te zien. Er staat een definitie bovenaan in de zoekresultaten, waarbij dus de laatste betekenis is weggelaten. Ja. Nou is dat al eerder, voor deze uitspraak van Trump, is het op veel media al aangepast. Maar ik vraag me af of het toevallig is dat als je inderdaad nu googelt op deze term, dat je uiteindelijk dit in je hits krijgt. Dries, ik zie jou knikken. Ja, dat vind ik wel heel gevaarlijk, want ik denk dat ondertussen heel veel mensen geleerd hebben om kritisch te kijken naar de media, dat ze wel weten dat de media een bepaald narratief willen overdragen naar de mensen. Maar diezelfde kritische houding, die is er denk ik niet wanneer mensen op Google iets intippen. En we zien nu steeds meer en meer dat ook Google een bepaald narratief wil verspreiden en dus ja, de betekenis van een economisch bloedbad nu uit de Google-resultaten haalt en mensen een andere betekenis voorschotelt om op die manier Trump te gaan tegenwerken. En dat is wel heel gevaarlijk, want ik zeg het, diezelfde kritische kijk, die zit er helaas bij Google niet in. Ja, Huibrecht, hoe zie jij dat dan? Dat dan toch de media dit defineert als een bloedbad als hij de verkiezingen niet zou winnen, in de zin van ja, nou ja, oorlogsretoriek. Je moet eigenlijk kijken naar wat framing is. Hè. Framing, dat is niks anders dan beeldvorming. Jij vindt het framing? Jij denkt niet dat ze daar zelf van overtuigd zijn? Nou ja, daar wil ik zo meteen antwoord op geven. Ik denk dat het eerst belangrijk is om de definitie weg te zetten van wat framing inhoudt. Framing is beeldvorming. Is het omschrijven van een persoon of een situatie of wat voor aangelegenheid of fenomeen dan ook. Dat kun je op een neutrale manier doen. Daarvoor is het nodig dat je heel veel invalshoeken pakt. Maar je kan het ook op een negatieve, geconnoteerde manier doen. En kijk, woorden zijn enorm krachtig. En woorden roepen altijd emoties op. En dat weet men in de media, dat weet men in de politiek. Framing in zichzelf is iets wat we allemaal doen. En dat weet Donald Trump natuurlijk ook. Die weet dat ook, ja. Maar ik gun me in dit geval het voordeel van de twijfel. Voor mij is het niet eens twijfel. Maar dit is gewoon een standaard overdrachtstechniek om aan te geven dat je ergens veel zorgen over maakt. Maar die framing, dat is nogmaals gezegd op zich een normaal gebruik in sociaal verkeer om aan te duiden dat je iets vindt van een situatie. Daar zit jouw mening, daar zit jouw idee in. Maar het wordt pas negatief geconnoteerd op het moment dus dat je informatie achterlaat. Of dat je maar één frame noemt. En dat zien we natuurlijk als het weer gaat over de vrijheid van meningsuiting, ook met toenemende mate verschijnen in de media en in de politiek, dat men niet meer in debat gaat over verschillende perspectieven, maar dat er één
frame domineert. Dus daarom is framing in zichzelf eigenlijk helemaal niet slecht. Dat is nodig om een debat te voeren, want je pakt altijd je eigen perspectief. Maar op het moment dat de framingen worden weggelaten, dan geef je het dominante narratief het recht om alles te verdraaien of om alles achterwege te laten qua input, wat je maar wenst. En dat maakt, ook dit is eigenlijk weer, net zoals jouw casus zou ik bijna zeggen, ook dit is eigenlijk weer een voorbeeld van hoe duidelijk het aan het licht komt dat de media niet onbevooroordeeld meer is. Dat kun je eigenlijk heel logisch destilleren uit dit fragment. Ja, op het moment dat zij ergens een mening zouden hebben van, nou, zou die daadwerkelijk een letterlijke bloedbad bedoelen, dan ben je als media verplicht om ook dat andere frame te noemen. Hè? Of het andere perspectief, of de andere duiding van zijn woorden. Dat zou wel zo neutraal zijn, ja. Dat zou kunnen zijn, denk je. Want als Trump aan de macht komt, wederom in november, dan zou de NAVO zich een stuk offensiever opstellen dan als... Of defensiever opstellen dan als Biden herkozen zou worden. Ja, in dit verband zou je dus kunnen... Dus dan zou deze opmerking juist gunstig uitpakken voor Trump, zou je zeggen. Ja, het past niet helemaal binnen de context van zijn voordracht op dat moment, maar je zou het nog als een Freudiaanse verspreking kunnen zien. Op het moment dat inderdaad hij niet aan de macht komt, dan wordt het een bloedbad in Europa bijvoorbeeld. Ja, dat zou kunnen. Ik denk niet dat het geval is, maar ja, mensen zijn psychologisch soms best wel vreemde wezens. Zou best wel ook Freudiaanse uitspraak of vergissing kunnen zijn geweest. Ja, hij bracht het net over de media en daar hebben we ook een mooi voorbeeld van. De Telegraaf kopte over deze uitspraak het volgende. Donald Trump houdt zeer controversiële toespraak. Bloedbad in de VS als ik de verkiezingen verlies. Ja, Dries, de Telegraaf is natuurlijk een Nederlandse krant. Of nou ja, in ieder geval een Nederlandse krant. De uitgeverij is inmiddels Belgisch. Want de Belgen zijn eigenaar van de Telegraaf en het mediahuis waar zij bij zitten. En hoe zit het dan in België met de berichtgeving hieromtrent? Ja, wel veel Nederlanders weten het misschien niet, maar de Belgische media, vooral dan DPG Media, die hebben via gigantische subsidies van het Belgische regime, hebben die al een groot deel van de Nederlandse media, zoals ook de Telegraaf, opgekocht. En VTM, DPG Media, die hebben een samenwerkingsakkoord. VTM? VTM is de grootste televisiezender van DPG Media in België. Die hebben een samenwerkingsakkoord met CNN. En er is nu niet bepaald een zender die erom gekend staat om objectief te oordelen en al zeker niet objectief te oordelen over Trump. Dus al het buitenlands nieuws uit Amerika dat we zien in Vlaanderen en Nederland, toch het grootste deel daarvan, is copy-paste van CNN. Een zender die heel duidelijk partij kiest voor Biden en tegen Trump. Dus helaas kunnen we absoluut niet vertrouwen op de berichtgeving als het gaat over Amerika. Ja, dan iets dichter bij huis. Gisteren zat het Tweede Kamerlid Jan Paternotte. Hij zat bij WNL. En daar sprak men eveneens over Trump. En dit keer over de NAVO. En Paternotte deed daarbij een opmerkelijke uitspraak over de Hongaarse minister-president. We gaan er even naar kijken. Stelt het u gerust, deze uitspraak van Trump? Nee, ja, het grote probleem aan Trump is dat hij inderdaad elke week wat anders zegt en dat hij wel totaal onvoorspelbaar is. Viktor Orbán was laatst bij Trump op bezoek. Hè. Dat is die bijna dictator in Hongarije. En die zei, nou, Trump die gaat geen cent aan Oekraïne geven. Ja, dat heeft hij dan van Trump blijkbaar gehoord. Dat is heel zorgwekkend. Want... Zeker. Ja, Huijbrecht, valt dit dan ook in die categorie van framing? Ja, wat hij hier probeert te doen is ons een blik op een realiteit voorleggen waarbij als je niet kritisch beschouwer bent van nieuws of van alles wat omheen gebeurt, dan beweeg je heel makkelijk mee in wat je aan realiteit wordt voorgeschoteld. Want Orbán noemt hij een dictator. En ja, waarom zou dat niet correct zijn? Hij zegt bijna dictator. Hij laat nog iets aan de keus van de kijker over. Dat zou je bijna ook nog als heel slim kunnen betitelen. Maar ik vraag me af of deze man zo slim is, maar wellicht. Maar het is zeker dat je door zijn uitlating een kant wordt opgestuurd. En wat ik nog meer zorgelijk vind... Maar waarom is dat niet correct? Waarom is hij geen bijna dictator? Aha, nou, dat is heel duidelijk. Deze man is op een democratische manier op zijn plek gekomen als president. Dus in zichzelf kan hij geen dictator zijn. En naar mijn idee hebben ze hem nog niet hard op dictatoriale trekjes kunnen betrappen. Dus, maar hij wordt ook niet voorzien van een weerwoord door de presentatrice? Nee, dat is mijn grootste kritiek van dit. Is hij dan ook van overtuigd dat hij een bijna dictator is? Of Paternotte had een enorme overredingskracht op dat moment, in dat moment tijdens dat interview. Wat me opviel inderdaad, dat zij eigenlijk op een subassertieve, onderdanige manier ja knikte en zei van ja. Dries, hoe kijken ze in België nou naar Orbán? Hoe ik naar Viktor Orbán kijk, is dat het helemaal natuurlijk geen dictator is. Viktor Orbán krijgt verkiezing na verkiezing een meerderheid van de Hongaren achter zich, omdat hij natuurlijk de wil van het volk omzet in een beleid. Hij is daar bijna uniek in de Europese Unie en daarom krijgt hij natuurlijk zoveel stemmen achter zich. Hij is dus echt een democraat in de grootste betekenis van het woord. En hij stond trouwens ook op de barricaden tegen
in de geschiedenis, in het communistisch tijdperk in Hongarije. Hij heeft mee die revolutie geleid als studentenleider, stond op de barricade met gevaar voor eigen leven. Dus om hem dan nu een bijna dictator te noemen, vind ik echt wel schandaal. Hoe spreken ze in België over hem? Wel, de media even negatief als de Nederlandse media natuurlijk. Die noemen Orbán ook een bijna dictator dan. Maar het volk is toch wel, denk ik, heel jaloers op een leider als Orbán die de wil van het volk omzet in beleid zoals het zou moeten zijn. Ja, Huibrecht, dan zitten we inmiddels in een behoorlijk polariserende situatie waarbij een bepaald deel van het volk zit in een bubbel. Een andere deel van het volk zit misschien in een andere bubbel of helemaal niet in een bubbel. Maar hoe komen we nou uit deze situatie? Nou, precies wat je zegt, helemaal niet in een bubbel. Vaak ook geen kritische mening, ook niet meer onder druk van de groep. Jezelf niet meer durven uitspreken. Dat is ook een teken van deze tijd. Ik weet nog, we hadden het net natuurlijk ook over academische wereld in het gesprek met Paul Cliteur zojuist. Toen ik studeerde was het juist het hoofddoel om je als student te leren kritisch te denken. En nu lijkt dat op de achtergrond verschoven te zijn en heb je maar je te voegen naar het heersende narratief. En is gedragsbeïnvloeding eigenlijk het meest aan de orde. We zien dat op allerlei manieren waarop ons gedrag beïnvloedt. Er wordt gecensureerd, er wordt gepolariseerd, er wordt genudged. Allerlei technieken bestaan er in de psychologie om te domineren naar één geluid, naar één richting. En ja, als je dan vraagt van ja, houdt dit nog op? Ik denk wel dat het ophoudt. En ik denk dat we op een kantelpunt in een turbulent tijdgewricht leven. En in dat verband denk ik dan ook aan de woorden van verzetsheld Van Randwijk. Die schreef in zijn gedicht, en dat had hij de titel gegeven, Bericht aan de Levenden. Gun uw ogen wijder zicht. En dat is ook mijn oproep. Overal waar ik schrijf, waar ik spreek, zeg ik dat ook. Blijf zelf denken en kijk om je heen. En ga met iedereen in gesprek waarvan je misschien eerst denkt van is dat wel zo wat hij zegt? Maar heb eens het lef om een ander perspectief in te nemen. Ja, dankjewel, Huibrecht. Ja, hartelijk dank aan mijn gasten Huibrecht Boluit, Laura Oorschot en Dries van Langenhoven, bedankt voor hun aanwezigheid. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Maar aanstaande maandag zijn we natuurlijk gewoon weer om 7 uur. Waardeer je deze uitzending en vind je de besproken onderwerpen belangrijk? Deel dan op je social media en overweeg ook een donatie via blackbox.tv/doneren. Want alleen met jouw steun kunnen wij dit programma blijven maken. Voor nu bedankt voor het kijken, een hele fijne avond en graag weer tot maandag. Nou, ik zou juist pleiten voor minder overheidsinmenging. Ik zie het eigenlijk meer als kans. Maar dan ben je eigenlijk compliant. Ja, ja. Kan ik zeggen, dan ben je dus eigenlijk gewoon in het straatje aan het lopen. En voldoe je aan wat zij willen. Ja, of ben je dan adaptief? Dat kan ook. Ja, of wist jij niet waar het dat vind ik niet adaptief. Nee? Nou ja, je moet eigenlijk wel, want anders dan wordt het heel lastig met de rendementen. De mensen die er natuurlijk al een pand hebben, die moeten natuurlijk nu ook gaan kijken van, wat moet ik met mijn pand? Want mijn pand, wat jij zegt, is gewoon twee ton minder in de waarde. Maar dan ben je het gewoon hoepeltje. Blackbox Business wordt het loket voor kritische ondernemers die de werkelijke problemen willen benoemen, maar ook op zoek zijn naar antwoorden en oplossingen. 2 keer per maand gaan we aan tafel met een gemêleerde groep ondernemers die praten over de praktijk en de veranderende wereld die ondernemen steeds complexer maakt. Maar zoals altijd liggen er ook kansen. Ben jij een ondernemer die nog kansen ziet en onderdeel wil worden van onze Blackbox Business beweging? Meld je dan snel aan op onze site. Ontdek wat we allemaal te bieden hebben, wat we elkaar te bieden hebben, want de juiste informatie en kennis is nu cruciaal. En samen staan we daar sterker in dan alleen.